Nee, 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 nee. Oh nee, oh nee, oh nee. Alles loopt nu aan gort nu. Oh, dit is het. Dit is die uitbreiding die ik bedoelde, die DLC. Dit is met dat ijs. Wat? Ik krijg het niet meer uit mijn beeld. Hallo dames en heren, leuk je te kijken naar een nieuwe tankstation. Ik wou zeggen gas station simulator, maar het is ook een tankstation simulator. Waarin ik een tankstation beheer midden in Amerika. Het is op dit moment gesloten. Het is op Route 66. En moet je eens kijken, daar heb ik een heel mooi vliegveld. En hier heb ik mijn tankstation helemaal verbouwd en geüpgrade en gedaan. En we zitten nu in dat laatste level. En zoals je rechts kan zien, heb ik nog maar één huidige taak. Terwijl er staat taken, maar er is één huidige taak. En dat is dat ik geld moet verzamelen. Namelijk 5000 doekoe. We hebben natuurlijk de vorige keer allemaal die plusjes erbij gedaan. En we hebben wat pastries, oftewel wat lekkere cupcakes en dingetjes. En ja, we hebben eigenlijk nu een beetje dat we gewoon het tankstation moeten onderhouden. En zorgen dat we die 5000 krijgen. We moeten ook snel updaten met die car wash. En er zijn nog een paar upgrades. Er zijn een paar DLC's. Downloadable content staat dat voor. Wow, moeilijk. Moeilijke naam. Ik snap niet wat het betekent. Nou, dat betekent gewoon dat je extra content hebt die je kan downloaden bij de game. En soms kost het geld, soms kost het niet geld. Ik weet niet eens meer of het geld kost, want ik had het op mijn account. Dus ik heb geen, misschien heb ik een bundel gekocht, weet ik veel gast. Dus ik heb het volgens mij wel. Ik ben bijna 100% zeker dat ik het wel heb. Ik moet even dat vliegtuig ophalen. Daarom pak ik deze. Oh, ik zie ook dat de tank bijna op is. Heb ik een ding? Ja, die heb ik. Gelijk wat harder voor mezelf. Ja. Heb ik hem nog vol? Ik heb hem nog vol. Kijk eens aan. Oh, rechtsonder stond ook gewoon vol. Nu leeg. En dan is deze als het goed is weer hand. Ja, kijk. Linksonder zien we staan. Empty, full. Nu is hij weer bijna vol. Prima. Dus in die downloadable content, die extra content dus die bij deze game zit, dat is super leuk, maar het is nog niet echt geactiveerd als het ware. Ik kreeg een reactie van iemand en die zei, volgens mij staat het er niet op. En ik weet niet zo goed waar ik het kan vinden, maar er zijn een paar extra dingetjes die je kan doen, zoals bijvoorbeeld dat ijsjes maken. Dat is volgens mij ook een upgrade en die heb ik nog steeds niet unlocked of nog steeds niet gedaan. Dus ik denk dat dat komt nadat wij die 5000 doekoe hebben gepakt en verdiend, dat we dan die upgrades kunnen krijgen. En dat we dat dan doen. Dus ik hoop dat dat komt. En dat dat goed gaat. Hier ligt weer een cactus. Dat is aan de kant, joh. Goed, Joe is weer gecrashed. Sorry, Frendo. Oh ja, tuurlijk wel. Nu is het de zon. Volgens mij kwam jij s'nachts ook aan. Volgens mij donderde jij s'nachts met je vliegtuig hier. Welke zon heb je het over, ouwe? Oké, even dat ding zo. Hop, omhoog. Hey, hey. Yes. Ja, doe ik. Verkeren. Daar gaan we. Speed up. Speed up the process. Weehoe. Dat doet die Joe altijd, hè? Als hij aankomt. Weehoe, zegt hij dan. Zodra ik deze heb gedumpt, ga ik meteen even mijn werknemers aan het werk zetten. Tankstation openzetten. Eerst tankstation openzetten en dan de werknemers. Want dan kunnen de klanten alvast komen. En de werknemers moeten ook nog naar hun plek rennen. Dus dan doe ik eerst het tankstation open. En dan daarna die werknemers. En dat de beste manier is. Maar Joop, er staan echt zoveel comments en tips in de reacties. Van yo, ik heb deze game nu ook. Ik heb hem kapot gespeeld. En super leuk. En bla 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 bla. En ook, hey, misschien moet je dit doen. Hey, misschien moet je dat doen. Echt van alles wat. Zo, die is gedropt. En dan doen we even dit trucje. Oh, reset. Hallo. Reset. Zo. Nou, Joe, ik zal jouw ding zo meteen even repareren. Ik ga eerst even mijn tankstation openzetten. Kan ik dat via hier doen? Ja, toch? Beheer moet ik dan hebben, ja. Tankstation open. Goed. Dan gaan we nu de werknemers even een plek geven. Even kijken, wat waren de statistieken ook alweer? John moet repareren. Ricardo moet achter de kassa. En Nina moet tanken. Brandstofauto's. Top. Nu zijn ze alle drie. Ja, alle drie hebben ze een ding. Daarbovenaan staat repareren, kassa en tanken. Goed. Oké, dan gaan we deze even repareren. Alleen zie ik dat ik geen duct tape meer heb. Dat is wel balen. Ik heb er nog maar één. Dus ik moet sowieso bestellen. Laat ik maar even wat bestellen dan. Er staat nog een part, staat dat, hè? Bezorging, parts. Duct tape, jazeker. Doe maar 6 stuks, prima. We hebben nog motorolie nodig.
Niet echt, maar het kan geen kwaad. Batterijen hebben genoeg. Kast van rijdenwaars, doe maar 5 erbij. Autospiegels, doe maar 3. Banden. Oeh, banden hebben we nodig. 10 banden. Redden we dit? Dit redden we. Zelf hebben we veel geld, dus de rest zie je meteen dat het eraf gaat. Maar hey, hey, hey. We verdienen dat weer terug natuurlijk. Oh, ik moet eerst zijn vliegtuig fixen. Goed, we gaan alvast beginnen. Kijken hoe ver we komen. Dit moeten we allemaal fixen. Oh, zal ik hiermee beginnen? Zo, dat is gefixt. Die ook. Deze kan denk ik wel in één keer. Oh, ik hoor een bus. Ja hoor, ik hoor een partybus. Dat is lang geleden. Ik hoor die altijd in de muziek. Zo, die is gefixt. Zo. Zo. Oh, die kan ik wel veel gebruiken, zeg, deze duct tape. Oh, dit is hem, hè? Ja, hij was op. Oké, hij is op. Goed. Dit is wel chill. Dat die bus er is. Oh, de car wash. Die kan hem ook meteen doen. Uiteindelijk kan ik dus die car wash... dat heb ik al vaker gezegd, hè? Dan kan ik hem automatisch doen. Maar volgens mij is dat dus ook een soort van... upgrade op het laatst. Nou, ik hoop dat het zometeen... dat als we die huidige taken allemaal hebben gedaan... de rest, dat het dan allemaal goed komt. Dat hoop ik echt. Want anders zou ik het ook niet weten. Yo, hoe schoon wil je auto hebben, grap? Hij is nu wel schoon genoeg, toch? Mooi. Ik wou net zeggen. Jeetje. Jeetje. Ja, ik moet nu even alles schoon houden, want ik heb geen schoonmaker. Oh. Dus ik moet deze ook even cleanen. Hoe doe ik dat ook alweer? Deze. Hoe doe ik dat ook alweer? Alsof ik dat niet wist. Oh, kom hier. Zo. Ja, ik zie ook alweer de levering staan. Ik kom eraan, ik kom eraan. Die erin. Die erin. Die erin. Oh, wat een chaos. Al die aliens hier. Even wachten, jongens. Even wachten. Niet allemaal tegelijk. Hou het schoon. Dan geven ze meer geld uit. Heb ik nog hoeden? Ja, ik heb nog hoeden. Mooi. Nog meer? Nee. Heb ik nog brillen? Ja, ik heb nog brillen. Mooi. Dan heb ik nog car wash dingen. Ja, die heb ik ook nog. Hoppakee. Kijk nou, joh. En tabak. Heb ik dat ook nog? Nee, dat heb ik niet meer. Klant bij de kassa, dat fixt hij. Tabak heb ik niet meer, zei ik net. Dus dan hoef je ook niet nog een keer te kijken, Milan. Want dan gaat er niet eens magisch gebeuren. Ice cream. Yeah, baby. Yeah, baby. Oké, en de rest is nog wel redelijk vol drinken. Mwah, hoeft niet echt eigenlijk. Wat viezigheid weghalen. Oh, dat hebben we redelijk gedaan, dit. Dat is wel nice. Oh, mijn zak. Oh, hier. Dat heb ik al vaker, dat ik mijn zak achterlaat. Dan loop ik op straat. Ik heb zo'n lange zak. Dan struikel ik gewoon over mijn eigen zak, onder mijn broekspijp. Wat verdamme, gast. Waarom dat wil ik helemaal niet weten? Ik weet het. Het is een grapje. Het spijt me. Het is niet waar, wat ik zeg. Tanken. Oh, sorry. Veel te weinig. Wat heb jij te ruilen, trouwens? Een blueprint. Ja, maar hij wilde heel veel voor. Of zij. Laat me zitten, joh, gast. Zoek het uit, man. Oké, duct tape. Hebben we weer. Toppie. Geef er maar één. Gaan we. Dit dicht. Dit stukje dicht. Oh, nog iets. Oh. Oh, jeetje, daar. Zo. Hoppa. Hoppa. Ja, top. Dat is genoeg. Oh, ik zie daar nog wel een gat. Maar goed. Dit mag dan weg. Dat mag hier in de prullenbak. Hoppa. Zo, veel geld ineens. Zie ik erbij komen. Dat gaan we even tanken. Iets sneller. Boom. Hoppa, precies. En wat heb jij dan? Oh, ik heb niet die Lobo Blanco Tequila. Die heb ik niet. Lobo Blanco Tequila. Wie heeft dat dan? Dat is rum. Dat zijn banje. Nee, dit ook niet. Wie zal dat hebben? Nou, sowieso Frankrijk niet. Dus die gaan we even denaaien. Die mag niet komen. Dat kan niet. Oh, de bus is klaar. Volgens mij is de... Ja, de partybus is klaar. Dat was even goede money. Hoppa, we zitten alweer op 3k. We zaten op 2.4. En nu 3.1. Dat is prima. En moeten natuurlijk de werknemers nog wel betalen, maar... Er zit een winstpatroon in. En dat is fijn.
Dat is heel fijn. Ik heb ook een achievement unlocked. 50 car washes. Dat is wel aardig wat trouwens. Ik heb 50 auto's gewassen. Damn. Oh. Joep. Hier zo. Ik zag trouwens een verhaal over een car wash. Wist jij dat... kennen jullie die zanger? Jason Derulo. Van Jason Derulo. Dat is zijn intro altijd volgens mij. Jason Derulo. En dan deed hij dansjes en zo, weet ik het allemaal. Hij heeft een paar hits gehad. Super sick. Maar hij heeft dus allemaal bedrijven ernaast. Naast zijn muziek. Want dat is cool. Dat doe je tegenwoordig. Maar hij is slim. Want hij heeft dus een soort car wash bedrijf. En niet zomaar een car wash bedrijf. Hij heeft een rocket car wash bedrijf, heet dat. Het heet een rocket car wash of zo heet dat. En in die rocket car wash heb je dus een abonnementsmode. Mode? Zeg je dat zo? Een abonnementsfunctie. Abonnement dingen. Iets met abonnementen. En dan kun je dus bijvoorbeeld $40 per maand betalen. En dan kun je gewoon onbeperkt naar de car wash. Gewoon wanneer je wilt. Met jouw auto. En hij is daar zo succesvol in geworden nu in Amerika. Dat hij dus gewoon... dat bedrijf is al 2 miljard waard. 2 miljard. Voor een car wash. Nou, zit je natuurlijk wel in Amerika. Dus dat is... Oh, wacht eens even. Hij is bijna leeg. Want hij stond op E. Empty. Dus we gaan even mijn ding vullen. Maar dat is echt niet normaal. 2 miljard voor... En hij heeft er iets van... 8 of zo? Of 10 van die car washes? Wel slimme manier. Ik weet ook niet of dat in Nederland bestaat. Ik weet wel dat je hebt wel van die VIP-passen bij car wash dingen. Ik ga zelf ook hier vlakbij naar een car wash. En die soort van sponsort mij of zo. Het is een beetje een hele rare deal, maar wel leuk. Want ik doe dat nu 4 jaar, 5 jaar met hem. En die eigenaar die vond het leuk dat ik daar mijn auto waste elke keer. En die zei van, hey, kun je wat posten? En toen zei ik, hey, als ik elke keer gratis mag. En dan vind ik het goed. Zo ging het letterlijk. En toen zei hij, ja joh, geef je wel een VIP-pas en daar staat dan geld op. En als jij af en toe wat post, dan ben ik helemaal prima, helemaal tevreden. Zoiets. Dus het is niet eens zeg maar echt van betaald of zo. Het is heel, een hele leuke, spontane zo van, ja prima, jij doet dat voor mij, ik doe wat voor jou. Een beetje zo. En dat zijn hele fijne, leuke samenwerkingen. Want het gaat niet eens om het taggen bij hem. Want hij is niet overal online. Hij is niet op elke social media. Volgens mij heeft hij alleen Instagram, die car wash en website. En dat was het. Maar goed, in ieder geval, in Nederland ken ik dat dus wel. Dan heb je dus een, oh sorry oh meneer, sorry, oh, mevrouw, sorry mevrouw. En dan heb je dus binnen en buiten, helemaal schoon. En dan heb je een pasje. En een pasje dat is dan een VIP-pas. En daar zet je dan geld op en dan kun je gewoon langs. Maar het is niet echt een abonnement of zo. Het is niet echt dat je zegt van, yo, ik heb dit abonnement. Ik betaal, weet ik veel, €40 per maand. En dan kan ik gewoon wassen wanneer ik wil. En je hebt ook nul rijen. Want het is alleen voor abonnementhouders. Dus als je je auto wil wassen, ja, heel leuk. Maar dan sta je dus altijd in de rij. En abonnementhouders kunnen gewoon in zo'n car wash waar ze gewoon altijd kunnen doorrijden. Omdat het scant gewoon kenteken en dan gewoon bam, klaar. Dus ik dacht, ja, dat is briljant van hem bedacht. Van die Jason Derulo. Ik kom even ook niet op een nummer van hem. Hij heeft wel veel gemaakt. Veel muziek gemaakt. Toen heeft hij ook nog een hele lange tijd heeft hij van die TikTok dingen heeft gedaan en zo. Daar heeft hij ook nog weer allemaal deals uitgehaald en weet ik het allemaal. Dat is wel echt een artiest zeg maar die onderneemt. Die heb je niet heel veel. Oh, staat iemand bij de car wash. Over car wash gesproken. Heeft u abonnement meneer? Heeft u abonnement mee? Maar ja. Buiten en binnen zei u? Oké, nou is goed. Doe maar binnen ook. Alsjeblieft. Zo, de FPS dropte heel hard. Oftewel, de game ging echt ineens een stuk langzamer. Damn. Nou, zo krijg je nog wel eens wat leuke dingen mee. Vanuit het soort van nieuws, I guess. En ik zag het ook toevallig. Volgens mij zag ik het op TikTok voorbij komen. Over dat nieuws. Ik heb een hele saaie For You page op TikTok. Ik heb allemaal van die dingen van de mensen die wat hebben bereikt met die ondernemers en zo. Maar ook gewoon memes die dan tussendoor zijn. En veel dingen over, hey, misschien moet je deze game spelen. En hey, kijk deze trailer van deze game. En deze game komt dan en dan uit. Dus, en dat is het ook. nul dungeons, nul rare dingen of zo.
Ik heb een hele standaard for you page voor een saaie guy zoals ik. En ik heb dus laatst mijn for you page op TikTok heb ik dus veranderd. Want die heb ik dus gereset. Ben ik achtergekomen dat het kan. En daar heb ik ook trouwens een video over gemaakt. Op mijn hoofdkanaal, op Milan Knol gewoon. En die video die heet TikTok Bingo. En daarin laat ik ook even kort zien hoe je die for you page reset. En hoe je dus zeg maar weer een nieuwe for you page krijgt. Omdat ik echt domme dingen had. Dat ik dacht, ja, dit vind ik niet eens leuk. Oh, brandstof is op. Precies op dit moment. Ja, dat is zagen. Zapen, bedoel ik. Sorry, niet zagen. Zapen. En toen heb ik een video gemaakt. Met een soort bingo kaart. En dan moet je TikToks zoeken. Bijvoorbeeld een, weet ik veel. Een dom kind. Nou, en als je dan een dom kind in je For You page hebt, dan mag je hem afkruisen. En dan mag je tot je bingo hebt. Dat was een idee die ik had van een Amerikaanse YouTuber. En toen zag ik dat en dacht ik, ja, dit is lachen, man. Dat wil ik ook doen. Schijnig. Zo komt het wel eens naar boven, die inspiratiedingen. Maar het is niet inspiratie, het is gewoon letterlijk jatten. Ja, boeien. Het is nog niet in Nederland gedaan, dus ik vind het lachen. Cool, de motor. Zo. Oh, daar rijdt hier iemand. Waar rijdt hij heen dan? Waar rijdt hij heen? Oh, omdat hij hierachter staat geparkeerd, gaat hij via deze kant eruit. Oh, dat wist ik helemaal niet dat ze dat zo deden. Hier, wilt u ook wat? Gratis Star Wars. Ik moet binnenkort ook weer dat spuit-simulator dingetje gaan doen. Powerwash heet dat. Dat je zo dit allemaal schoon spuit. Ik zag dat er een of andere update was geweest weer. Met een SpongeBob ding of zo, weet ik veel. Dus even kijken of ik dat weer kan doen. Misschien met Kaak weer. Lach heel. Hij vindt het ook zo leuk namelijk. Ja, het is een soort van therapie. Ik wil die guys het alleen maar Warzone te doen. We hebben een soort therapie. Dus je denkt, die is Kaak. Ja, dat is een vriend van mij, Don Kaaklijn. Oh, afval zit vol in het restaurant. Restaurant, in de shop. Dan moet ik even snel heen. Want anders komen er geen klanten meer. Oh, is er... Oh, kut. Hij is aan het rusten. Oh, nee, 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 nee. Oh, nee, oh, nee, oh, nee. Alles loopt nu aan gort nu. Want er is ook eens bij de garage. Oh, nee, ik let er helemaal niet op. Ik was zo in mijn verhaal dat ik niet op heb gelold. Die moet uit. Ja, dit mag allemaal wel aan. Dat kan ik wel bijhouden, toch? Toch? Die mensen staan wel lang te wachten nu, maar goed. Ik moet het even snel dit schoonhouden. En ik moet geld verdienen. Ik moet even niks meer kopen. Oh. Oké, dit kan ik, Milan. Incredible. Dit was er één, dus dat, natuurlijk kan ik dat. Ik heb 5000! Heb je al het geld samen? Bel dan je oom om het even te krijgen. Oké. Wacht, ik heb een idee. Ja, ik zet hem nu uit. Tankstation gesloten. Oh, dan gaan jullie ook weg. Oh, wow. Oké. Zag je dat? Die guy die ging achterstevoren door mij heen door de muur. Dat is heel raar. Kan ik nog wat zonnebrillen plaatsen? Ja. Daar ook? Ja. Dan rijdt het allemaal door. Oké, ik moet nu mijn oom bellen. Want we hebben die 5000. Ja, kijk. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren nu. Ik weet het echt niet. Is dit het? Is dit die endgame? Yeah. Is de endgame? Oeh. We hebben het gehaald, denk ik. Dat is mijn oom. Nee, dat ben ik. Dat is dan mijn oom. Dat is mijn oom. En dat ben ik, die geeft het geld. Alsjeblieft. Yeah, it's me. Hey, punk, this place you've got here is amazing. Mooi. And you've got all the money? Great, that's mighty kind of you. Best of luck and hope I want to have the comeback here all angry and everything. Dat verstond ik niet. I get to tell you, boss left you a little something should help you with the little twerk. Go check out your parking area. Peace. Go check out your parking area. Hij heeft iets achtergelaten. Wat is dat? Dennis Defense Siren. Dat is die Dennis die elke keer die graffiti kon spuiten op de muren. We hebben nu een defense system van gekregen. Geniaal. Maar die had ik al uitgezet, want ik vond het zo irritant. Oh, wat geniaal. Huh? Oh, dan krijg je gewoon allemaal items. Wow. Oh. Rustig. Dus als hij dan is, dan krijg je allemaal items.
Oké, maar hoe ruim ik dat nu op dan? Moet ik gewoon... Ik kan het gewoon alleen nu zo weggooien, denk ik. Want anders dan... Ik moet dat denk ik allemaal weggooien. Shit. Volgens mij was dat het, hè? Dat was zeg maar de laatste van de laatste van de laatste. Hoppa. Gewoon die kant op. Ja, die kant op. Hoppakee, die er nog in. Zo. Goed. Ik denk dat dat het laatste van het laatste van het laatste was. En dan heb ik alleen nog die Joe. Maar ja, dat is met een blueprint. Ik heb natuurlijk allemaal nog upgrades die ik kan doen of moet doen. Ik heb wel al mijn geld weer kwijt. Ik heb 144. En ik moet mijn werknemers nog betalen. Ja, dat ga ik niet redden. Dat is vervelend. Dus ik moet mijn tankstation wel opengooien. En dan gewoon even zelf doen. Balen. Oh ja, dat wist ik dus helemaal niet. Dat zei dus iemand in de comments ook. En dat is waarom het zo handig is dat jullie zelf het spel spelen of reageren überhaupt. Thanks a lot. Alsjeblieft. En dat is dat... Oh, er komt nog een aan. Dat ik dus de tank... dat hij een bepaalde prijs heeft. Kijk, als ik hier naar... verzorging ga... naar brandstof... dan staat hier de prijs onder. 2,25 per liter. En die kan dus minder zijn. Dus je kan ook wachten op een gunstigere prijs. Dat wist ik dus helemaal niet. Daar heb ik nooit naar gekeken. Ik deel het maar gewoon... plop, brandstof erbij, boeien. Maar dat kan dus wel. Maar ja, als je het nodig hebt, heb je het nodig. Toch? Good morning. Good morning. Yes. Awesome. Awesome, alsjeblieft. Goed, werknemers kunnen betalen. Dat is chill. Met twee vliegtuigjes, dus dat is heel relaxed. Alles betalen. En dan gaat iedereen weer aan het werk. Even kijken. Jij gaat weer de auto's repareren. De kassa. En jij doet het tanken. Oh, kan ik nou eentje erbij kopen alweer? Ja toch, volgens mij kan ik er eentje erbij kopen. Een werknemer. Aanhangwagen, 499. Ah. Moet ik wel doen. Moet ik zeker doen. En dan ga ik Oh, dan wil ik Sylvia. Ik ga Sylvia alvast inhuren. Maar dat kan niet, want ik moet eerst die aanhangwagen hebben. Ga ik in 19 minuten dat redden? Want Sylvia is chill en die heeft al 5 schoonmaken. En dat is 5,7. Dat is echt niet veel. Sylvia is top. Sylvia is de dream. Iedereen werkt nu weer, dus als het goed is, komen er weer klanten. En dan komt er weer geld. Oh, ik heb het geld al. 781. Wauw. Huh? Is dat van een garage van iemand of zo? Wat was dat dan van? Just as I wanted. Damn. Oh nee, 534 ineens. Wat? Ik snap het niet. Hoe ging dat ineens naar beneden en ineens omhoog? Huh? Beheer. Nee, deze mag open dan. En dan... niet werknemers. Oh ja, wel werknemers. Aanhangwagen, koop. Yes! Oké, dus de vierde. 4 mensen aan het personeel. Dat is top. Dat is goed. Werknemer inhuren. Sylvia. Je hebt een nieuwe werknemer. Yes. We hebben een nieuwe werknemer, dames en heren. Ik welkom u, Sylvia. Sylvia, jij mag gaan schoonmaken. Dank u. Hoe zie je eruit, Sylvia? Ik wil even kijken, want ik heb je aangenomen, maar ik weet niet eens hoe je eruit ziet. Ik zag een plaatje. In het echt zie je er wel anders uit dan op het plaatje, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar je bent wel heel sportief, blijkbaar weer. Want je hebt een mooie run. Ja, je hebt een goede loop. Goede pas zit erin. Lekker bezig, Sylvia. Ik zal eens even kijken. Hoe zag ze het plaatje? Zag ze er heel anders uit? Ja, hier. Op het plaatje lijkt ze... Nou, oh, oké. Nee, het ziet er wel zo uit. Zo goed. Zo goed. Zo. Dan ga ik even alles weer wisselen naar mijn andere... Kijk, niet hier. Producten. Warenhuis. Dat moet dan move naar... Airstrip. Move. Airstrip. Move. Herstrip, op deze manier. Maar dat doen we even omdat we zometeen moeten weer bestellen. Want ik zie het alweer gebeuren. Dat het dan weer helemaal vol is. Hoppa. Los even naar de airstrip doen. Maar de airstrip storage heeft altijd wel ruimte nog. Oeh, heb ik 60 donuts, joh. Wat moet ik daar nou weer uit? Heb ik zoveel gekocht? Beetje overdreven, maar goed. Move de airstrip. Stroopwafels. Move de airstrip. Echt nog steeds wel leuk dat ze van die Nederlandse dingen erin hebben.
Überhaupt voor heel veel talen. Lachen. Ja, dit maakt niet van uit, deze dingen. Maar een klein beetje. Oh, ik ben nu aan het schoonmaken, Sylvia. Maar dat had jij moeten doen, hè? Dat snap je. Oh, je bent hier op de wc's bezig. Oké. Kan ik die niet al upgraden? Uitbreidingen. Oh, kijk. Party time. Dit is het. Dit is die uitbreiding die ik bedoelde, die DLC. Dit is met dat ijs. $900. En dan hebben we een spuitbus, meer decoratie, structuur upgrades. En daarna kunnen we ijs en een feestplek. Oh. Of wat moeten we hebben? Ik ben het alweer vergeten. Zo, dat ging heel snel. Mijn brein die is echt een ballon. Ijs. Nee, meer. 900. En dus dan ijs level 1, hoeveel zou dat zijn? 500 misschien? 600? Laten we zeggen dat 1500 nodig hebben. Maar 900 sowieso. Maar misschien moet ik nog eerst één personeel meer. Want dan kan de kassa altijd open blijven. Want dat verdient het meest. En dan kan ik gewoon die personeelsleden wisselen met elkaar. Dat is misschien wel een beter idee. Alsjeblieft. Afval ophalen kan op zich ook wel even een keertje weer. Dat is ook lang geleden dat het is gebeurd. Sylvia, wat ben je aan het doen? Oh, ze gaat rennen. Ze heeft ergens afval bespeurd. Het is een soort van hond, weet je wel. Die ruikt van... Hier moet ik zijn, hier moet ik heen. Waar heb jij het gezien? Waar heb jij afval bespeurd? Zo, dat is wel een eindje weg, Sylvia. Of ga je gewoon naar huis? Ga je nu gewoon stiekem vrijnemen en heb je niet door dat ik achter je loop? Als jij nu naar je caravan loopt, dan pak ik een knuppel en dan ben je ontslagen. En die knuppel is meer gewoon om je bang te maken. Oh! Voor die doos. Wauw. Oké, voor die doos kom je hierheen. Nee, goed joh. Dan ruim ik dit al op. Zo. Goed. Dit wordt zometeen opgehaald. Dit is allemaal prima. Dit werkt allemaal. Dit werkt ook. Zo, het gaat op rolletjes nu joh. Is de groeiste garage? Ik heb het nog niet aangevuld volgens mij de garage. Ja, zie. Ik heb nog olie hier. Deze moet ik aanvullen. Deze moet ik even aanvullen. Batterijen had ik volgens mij niet. Nee. En de banden. Kijk. Dan kan je weer aan het werk, John. Want volgens mij deed je net niks. Omdat het niet echt was aangevuld. Maar goed. Hey, bedankt. Hij is weer leeg. Thanks, man. Wordt gewaardeerd. Krijg ik daar ook geld voor? Uitdagingen. Auto's op brandstof. 0 van de 10. Ja, maar er komt niemand. Is hij weer bugged? Is er weer een fout in het spel? Dat er niemand komt. Hoeveel heb je al gedaan? Nog niks, of wel? Nee, zie. Ik moet weer resetten. Ik doe het wel even zo. Hop. Weer. Welk nummer zitten we nu inmiddels? Hoe vaak die je moet resetten? 7, 8? Want er komt niemand tanken. Tenminste, niet dat ik zag. Oh, en alle personeel is natuurlijk nu ook aan het rusten. Nou, dat is prima. Maar niet vanuit. Oké, ik heb 1000. Ik kan het kopen. Maar ik moet ook nog producten inkopen. Dus ik ga het niet doen nog. Ik ga het nog niet doen. Ik heb hier al wat spullen liggen. Dus ik moet drinken hebben. IJsjes heb ik nog. Ja. Sushi's heb ik volgens mij ook nog. Nee, heb ik ook niet meer. Alcohol, heb ik dat nog? Nee, oké. Alcohol, drinken. Nog meer drinken. En eten, dat heb ik hier. Alcohol, drinken. En nog meer drinken. En dat was het, denk ik. Oh nee, tabak. En hoeden. Heb ik ook nodig, volgens mij. Ja, dit zijn de hoeden. Die heb ik ook nodig. Alcohol, tabak, drinken, hoeden. Alcohol, tabak, drinken, hoeden. Dat is een beetje hoe je leert dan op school, hè, met zo'n woorden. Alcohol, oké, bam. Oh, in stok heel veel. Wacht, die hoef ik er niet. Die, nou, ja, moet wel eigenlijk trouwens. Boeien. Alcohol, tabak. Alle groene moet je natuurlijk weer aanklikken voor de ding. Alcohol, tabak, hingen en hoeden. Hingen? Volgens mij was dit, car wash dingen. Of niet? Ik weet het niet meer. Goed. Die ben ik nu alweer vergeten. Oh, wat handig.
Zo. Gebak. Oeh, heb ik echt zat. Speelgoed is ook wel nice. Maar ik heb nog geen speelgoedding. Teddybeer. Best. Heb ik daar genoeg geld voor? Oh, ik kan het precies bestellen. Dit is top. Dit neem ik. Ik was het vergeten. Alcohol. Drinken. Drinken. Heb ik het besteld? Ja, dat heb ik besteld. Dat heb ik besteld. Dat weet ik zeker. Toch? Weet ik het zeker? Oké, okay, cool. John. Jij gaat de auto's repareren. Ricardo, jij gaat de kassa doen. Nina, jij mag weer brandstofauto's. En Sylvia, jij mag schoonmaken. Dank u wel. Oh, ik moet al betalen, sorry. Ik heb jullie betaald. Ik heb niet genoeg geld. Godverdorie. Dit is een probleempje. Ik moet het nu even snel runnen, zelf. Ik kan misschien eentje betalen, maar... Net te kort dan. Focus, focus, focus. Goed focussen, Mila. Kom op. Ja, top. Die is tevreden. Kom snel hierheen. Kom snel dit. Bang! Oké, okay, dan gaan we snel hier weer heen. Alles tegelijk doen. Klik. Klik. Ja. Die bonus is ook weg, zie ik nu aan de zijkant. Dat is wel jammer. Oké, okay, dan snel hierheen. Die stond ook al te wachten. Bang. En een tip. Nice. Kom op, precies op midden. Bang. Ben ik een beetje geld aan het verdienen? Ja. Heb ik genoeg voor de werknemers? Werknemers. Ja, ik heb genoeg. Nice. Oké. Okay. John. Repareer. Ricardo. Casa. Nina. Tanken. Sylvia. Schoonmaken. Toppie. Goed zo. Rennen, jongens. Rennen. Iedereen. Rennen. Goed zo. Rennen voor je werk. Dat is weer te laat. Alles staat aan? Ja, alles staat aan. Oké. Okay. Dank u wel voor de levering, meneer, mevrouw. Meneer. Ik denk meneer. Volgens mij is het altijd een meneer. Die levert. Ja, zie. Oh. Jij ging serieus opstaan met de duim omhoog? In je auto? Oké. Okay. Dat was raar. Hoofd door het dak heen. Ja, de game is niet perfect. Maar dat maakt de game juist leuker. Dat heb ik al eerder gezegd. In de afleveringen. De game maakt het leuker dat het niet perfect is. Dat er een paar foutjes in zitten. Dat dingen niet helemaal kloppen. Prima. Ik bedoel, wij zijn als mensen ook niet perfect. Ja, behalve ik. Maar hè? Ik bedoel, de rest om mij heen allemaal niet. En dat vergeef ik ze. Daar kan ik mee omgaan. Oh, wat arrogant van je. Ja, dat had ik echt niet verwacht, gast. Nee, bro. Ik denk dat ik enig moment serieus ben. Met je bal. Je bal? Oh, ik heb geen drinken besteld. Drinken ben ik dus wel vergeten. Lekker bezig, Milan. Heel dom weer. Zo, dit is prima. Ja, drinken heb ik dus niet. Nou, heel lekker bezig. Tjonge. Oh, ze pakte er net een. En ik vul het net bij. Ja, prima. Zo. Waarom ligt hier nog een vis? Sylvia, hier ligt nog een vis. Nini ziet, dan ben je ook echt een bal gehakt. Maar goed. Hallo? Waarom toet hij je zo? Maar wat een onzin. Zo hard ook. Voor wat? Oké, okay, goed. Ik was dus een ding vergeten. Drinken was ik vergeten. Bezorgen, producten, drinken. Dit moeten we hebben, dit moeten we hebben, dit moeten we hebben. Ja, we gaan niet die dure rommel halen hoor. Best. Ja, hier ligt ook afval. Je bent wel traag, Sylvia. Je bent wel echt traag. Ik help wel een beetje. Het is dus nog lerende, denk ik. Ja, die moet ik eigenlijk ook weer halen. Die zijn ook alweer bijna op. Die is ook bijna op. Kan ik hier nog wat van bestellen? Ik heb 1500. Ja, dat kan wel. 4 stuks. Hier nog even 7 van. Autospiegels een paar.
Motorolie prima, batterij prima. Zo, 1400. Moet maar. Dat is iemand bij de car wash? Nee. Oh, jawel hoor. Kijk nou wat een timing. Zo, hey mevrouw, snelle service of wat? Was er al. We knipperden met uw ogen en ik was er. Hoe vind je die? Aha. En weet je wat leuk is aan deze game? Er zijn nog zoveel upgrades die we moeten doen eigenlijk. Want ik bedoel, we gaan zometeen het ijs doen als we iets meer geld hebben. Misschien doen we dat de volgende aflevering zelfs. Dat we het net niet redden. Dat zou kunnen. Misschien redden we het net niet. Er is wel levering bij de poort. Komt een vliegtuig ergens aan? Even kijken. Komt eraan. Frankrijk komt eraan. Ik zie nog steeds niet mijn Leblanco Tequila voorbij komen. Oh, hier. Oh, Mexico. Nice. Deze. Dit is kart. Mexico. 1,5 minuut. Dan moet ik popcorn hebben. En rainbow stick. Oh, maar ik heb net andere dingen besteld. Ik hoop dat ik het maar heb. Ik hoop dat ik er iets van heb. En daar komen de parts. Heb ik het? Wacht, dan kan ik zien in mijn inventory. Popcorn, rainbow stick. Dit is alles, hè? Ja. Nee, alles. Popcorn. Nee, en rainbow sticks ook niet. Oei. Dat is balen. Misschien iets anders. Aviator glasses. Facetta cacao. Wat is het? Cacao? Cacao. Oh, wacht. Hier, kijk. Facetta. Ja, facetta milk. Dat was hem, denk ik, hè? En aviator glasses heb ik niet. Aviator. Jij wel, die heb ik ook 9. Oké. Ik heb wel iets. Oké, ik denk dat ik die rel wel kan doen dan. Tegen die... La, bloka, blika, blaka, weet ik het. Tequila, malaka, la, blika, weet ik het. Ik weet niet hoe het heet. Stond in beeld. Nou. Even snel deze auto. Ik kan niet wachten tot dit geautomatiseerd is, maar ik moet nog even wachten helaas. Nog even wachten. Alsjeblieft. Goed, gaan we even naar die andere. Dan heb ik hier... Komt Mexico aan? Ja, daar komt hij aan. Arriving. Nice. Hola! Is dat hola? Ik denk het. Hola! Als een echte Nederlander. Hola! Hey! Como estás? Hey! Como estás? Hola! Ik ben eigenlijk nog nooit... Ben ik in Spanje geweest? Ja, ik ben één keer in Spanje geweest. En ik heb het over Mexico, maar goed. Spanje. Ben ik één keer geweest. Leuk, man. En Loretta Mar. Nou, god, was dat leuk. Everything all right. Ja, everything is alright, man. Thanks for asking. You're an expert. Dank je. Oké, kom, we gaan ruilen, gast. Een blueprint. Nee, niet de blueprint. Ik bedoel die blanco tequila moet ik hebben. Ik moet 10 stuks hebben. Wil je die ruilen voor een bril? Ik kan dit doen. 50%. Ja, deze. Zo, 4, 5. Oeh, dit zijn er 9, dit is alles. Oh jee. Hij wil niet traden. Denk ik. No me gusta mucho. Keep trying. Nog een keer. You put more heart into it, my friend. Calm down. Oké, ik moet iets bestellen. Extra time. Geef me even wat extra tijd. 6 minuten. Oké, dat gaat me redden. Remember, I don't have all day. Ik weet het, je hebt niet de hele dag, maar dit ga ik redden. Wow, ik heb ineens 2k. Wow. Bezorging, producten. Die glasses kan ik doen. Ja, die. Oh, die zijn wel duur, man. Oeh, $110. Bro. Ik moet sowieso meer glasses hebben. Ook meer hoeden trouwens. Jeetje man. Er was nog iets wat hij wil hebben. Popcorn wou hij hebben. Ja, bestel ik ook wel eentje van mee. Kan ik het bestellen?
Hoppakee. Dat kan. Goed. Hoe lang duurt dat nog? 5 minuten. Oké. Okay. Kom op, Nina. 5 minuten. 5 minuten. Ik moet nu even wachten op dus, dat ding daar zo. Die vrachtwagen die eraan komt. Dat aannemen. Dan die tequila wisselen. Tequila inleveren met Joe. Misschien kan ik toch zelfs wel die tequila en die blueprint wisselen. Dan heb ik dubbel de winst. Dat zou normaal chill zijn. Ik denk dat ik daarvoor ga. Dan heb ik ineens 2 blueprints. Want ik heb wel aardig wat blueprints nog nodig. Kan ik hier even checken? Airstrip. Ik heb er nog... Oh, ik heb er nog 1 nodig. Huh? Oh, nee, wacht. Ik moet hier 3 hebben. Oké, dus die heb ik. Dat is 3. Cool. En dan daarna hier nog 4. Oké, dus ik heb er nog 4 nodig. Ja, ik heb er nog 4 nodig. 4 blue strips. Oké. Om dan zeg maar airstrip helemaal uit te spelen en volledig op max te hebben. Max? Ja, maar maximaal, gast. Zijn er ook, als je Max heet, bedoelen je ouders dan ook van... Ja, je bent vernoemd naar maximaal, want we halen het maximale uit onze kind. Of wat? Waarom heet je kind Max, zeg maar? Snap je? Dan kan je net zo goed je kind graden noemen. Of Celsius. Zal er een kind heten die Celsius heet? En die dan een ander kind in Amerika tegenkomt die Fahrenheit heet. Hey, mijn naam is Celsius. Hey, mijn naam is Fahrenheit. Cool. Als dat zou voorkomen, dat zou heel uniek zijn. Ruim eens op, joh. Hier, Sylvia. Hier. Alsjeblieft. Opruimen. Sorry, dat was misschien een beetje lullig, maar... Oh, kut. Snel naar die guy. Naar die Mexicaan. Mexicozen. Kind hebt, moet je in de Mexicozen leggen. Oh, sorry. Later. Hallo. Dat was niet de Mexicozen. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ja. Oké, is goed. We hebben hier die. Ik wil deze van jou hebben. Doe maar 20, want ik ben nu heel greedy geworden. Ik wil een blueprint. Doe maar iets meer van dit. Wil je ook popcorn hebben? Iets meer dan. Iets wat wil je voor popcorn? Wat veel glasses wil je ook? Oké, wacht. Ik doe hier wel 15 van dan. Nee, 10. Ik heb er toch maar 10 nodig. Boeien. Oké, 15. De lijstjes kunnen naar beneden. Ja, dit wordt hem. Trade. Hermano, yes! You exceeded my expectations. Yes! Dat is nice. Oké, nu gaan we naar Joe. Hey Joe. Alsjeblieft man, je tequila. Dan heb ik 2 blueprints nu weer gefixt. En ik moet hem even een... Oh, what the fuck? Hij loopt vast. Easy. Oh, wat gebeurt er? Oh, hij loopt vast. Ik zie niks. Help. Help. Het menu is vastgelopen. De game is kapot. Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Ik zie niks. Ik doe op gevoel. Blijkbaar was het goed. Oké, mag dit nu weer uit beeld? Oké. Ik zie niks. Wat is dit voor onzin? Dit is zo episch. Ik heb level 7 bereikt. En ik zie easy normal hard. Game. Wat? Ik krijg het niet meer uit mijn beeld. Help. Ik speel met easy normal hard in mijn scherm. Help. Mijn game is vastgeloopt. Help. Nou. Dan moet ik hem opnieuw opstarten. Dus dat was het einde dan. Ik zie jullie graag overmorgen. Woensdag met een nieuwe aflevering. Tjonge, jonge.